Vertel even wie je bent. Ik ben Rosie Elbrecht. Ik ben cliëntkwartiermaker bij de RIBW en ik ben bruggenbouwer. Wat is het verhaal wat jij wil vertellen? Ik ben heel actief als cliëntkwartiermaker. En dat betekent dat ik probeer drempels te verlagen voor medecliënten die cliënt zijn bij de RIBW. Omdat ik vanuit mijn eigen ervaring weet dat het samen meedoen in de samenleving best wel lastig kan zijn. En wat heeft gemaakt dat je dat wilde gaan doen? Dat je vanuit je eigen ervaring anderen wilde gaan helpen? Ik heb gemerkt dat het heel zinvol is om in de samenleving mee te doen. En dat het je in je eigen kracht zet. En dat je naast dat je zelf beperkingen hebt, dat je wel een zinvol leven kunt hebben. En ik heb gemerkt dat ik heel graag mijn eigen ervaringen wilde inzetten om zinvol bezig te zijn en andere mensen ook verder te helpen. En juist die ervaringen van hoe moeilijk het is om drempels over te gaan en hobbels over te gaan, zeg maar, om die juist te helpen om drempels te verlagen bij medecliënten, zeg maar. En wat beteken jij dan voor die anderen? Ik denk dat ik betekent dat ik een bruggenhoofd ben, doordat ik zeg maar ook deelneem aan die kwartiertafels die net zijn genoemd. Ik help de organisaties inzicht krijgen in waar cliënten tegenaan kunnen lopen. Bijvoorbeeld een receptioniste die niet vriendelijk is, kan mensen met een beperking best wel afstoten. Daar geef ik toch wat beeld van hoe lastig het is. Daarnaast probeer ik ook een stigma tegen te gaan door te zeggen van, wij zijn ook wel normale mensen. Wij kunnen ook wat. Naast dat we een beperking hebben, hebben wij ook kwaliteiten en talenten. En die kunnen wij ook inzetten. Ja, maak gebruik. En wij zijn niet eng. Wij bijten niet van ons af. Wij schoppen niet. Maar wij kunnen ook wat. Ja, maar dus eigenlijk van, maak gebruik van de mensen. Maak gebruik van de ervaring van de mensen zelf. Ja, klopt. Ja. Wat zou je graag willen? Wat ik graag zou willen is dat er ruimte komt voor mensen met een beperking. Dat de stigma's die er zijn, dat die weggenomen worden. Dat de drempels verlaagd worden in de samenleving. En dat er ook ruimte komt dat deze doelgroepen, dat is niet alleen maar cliënten van de RIBW, maar ook van andere mensen met een beperking, dat die gewoon een plek kunnen vinden in de samenleving en dat ze mee kunnen doen. Dankjewel.